Ik denk, we moeten toch anders tegen een reddingsport gaan kijken als een gewoon iemand die komt kijken, denk ik. Ja, denk ik toch. Ben je toch moe ervoor? Bang? Toch wel een beetje, toch? Ja, maar goed, Mark kwam bij me. Ik ga rally rijden. Wat zei je toen? Nou, Mark is niet het type dat ze moeder vragen. Op... Nee, niet vragen, maar hij deelde het mede, denk ik. Ja, nee, ik vind het geen leuke sport. Ik zou liever hebben dat hij ging vissen. Vissen? Ja, mijn man houdt van vissen. Dan vind ik hem minder gevaarlijk toch eigenlijk. Wat maakt Mark goed? Wat maakt Mark goed? Het is een harde werker. Toch wel een jongen met geen capsones, vind ik. Vindt u? Nou, dat vind ik nee. Capsones heeft hij niet. Nee. Dat is flauw. Het is een boef. Het is een rotreis had hij vooraan. Altijd al geweest. Maar nou, hard werken. Hij verdient wel om, om één te worden toch wel in de reddingsport. Is die veranderd sinds die in de sport actief is als mens? Ja, ik vind hem op een bepaalde manier toch wel iets rustiger geworden. Ja, ja, dat klinkt dan misschien heel, heel dubbel. Maar ik vind hem, ja, dit is een goede uitlaatklep voor hem. Vind ik hoor, dat je zegt van ja, is goed voor hem, heeft hij nodig. Mark heeft veel pech gehad, veel uitgevallen, veel problemen gehad. Dan kwam hij thuis op zondagavond en daar stond Riet van Elde klaar? Ja. Of ik belde. Ja, en zijn vrouw zat ook altijd achter hem natuurlijk. Ik denk als ze ook niet zo'n vrouw had die het allemaal goed vond, dan zou die dat ook niet kunnen, denk ik. Want ik denk dat ik het allemaal goed zou vinden. Als vrouw. Laatste vraag, het gonst van de gerucht, u gaat er een keer naast zitten. Nou, ik vind het normaal, een auto bij hem alleen. Dan staan we in die auto. Ja, echt. Nee, ik vind het, nee, dat zou ik denk ik niet zo gauw doen. Zijn vader doet het wel een keer, denk ik. Maar wat is er eng naast hem? Nou... Ga jij ernaast zitten? Nou, je hebt absoluut niet. Oh, nou, kijk, mijn vraag. Nee, maar u bent zijn moeder? Jawel, nee, maar ja, nee, nee. Ik denk het niet dat ik ernaast zit. Ook niet een keer voor ons? Oh, dat misschien. Misschien doe ik het een keer voor jullie. Als je echt Nederlands kampioen wordt. Zal het zo afspreken? Deal. Dat is een deal. Afgesproken. Dat doe ik. Leuk. Als je maar gelukkig bent.